Ding, ding. Pas op, jongens, want als je een konijn pakt, pak hem even. Pak even je hond, hou even die hond vast. Hou hem. Wilt u thuis ook rijdende rechter zijn en oordelen over de zaak? Pak dan nu uw mobiel of tablet en speel mee op live.ncrv.nl. Hou die hond vast. Hou die hond vast. Ik werd van dat antwoord erg pissig. Ik zeg, kom op, we kennen elkaar al zoveel jaar, joh. Hij heeft gewoon totaal geen idee wat hij aangericht heeft. Ik ga niet dreigen, dat... Niet te dicht bij elkaar. Niet te dicht bij elkaar. Alle honden van de stichting Dogs Adoptions Nederland zijn straathonden uit Roemenië. Mevrouw Van Dalen adopteert de hond Vikas van deze stichting. Maar na een jaar blijkt dat Vikas een zware heupafwijking heeft en geopereerd moet worden. Kosten €3500. Mevrouw Van Dalen kan dit niet betalen en vindt het onverantwoord om de hond zo te laten lijden. Met pijn in haar hart overweegt ze om Vikas te laten inslapen. Dit is onacceptabel voor meneer Van der Hel, de voorzitter van de stichting. En hij haalt Vikas bij haar weg en mevrouw Van Dalen ziet haar geliefde hond nooit meer terug. Ja, Vikas blijkt gewoon een hele zachtaardige, lieve hond te zijn. Maar ja, de uitstraling op de foto gaf mij al het idee van dat je dat zou zijn. En dat je een lieve lobbes zou zijn. Ja, het is gewoon een echte Roemeense straathond. Die hebben we tussen het puin gevonden. Samen met nog een broertje en een zusje van hem. En die zit ook hier in Nederland, ja, zo genoeg. Nou, we waren in het losloopgebied. Daar maakte hij die kennis met een Rottweiler. Die hond was wat dominanter. En Vikas heeft dan zoiets van, oké, jij bent dominanter, dan stel ik mij onderdaniger op. En dat heeft hij ook gedaan. En in zijn onderdanigheid heeft hij zijn eigen een paar keer laten vallen. En de andere morgen stond hij op. En toen liep hij echt op zijn achterpoten, zeg maar, heel strak, stram. En ik zei van, jee, was er een vredesnaam met hem aan de hand. Die hond op een gegeven moment, ja, het was meer een leg dan dat hij nog überhaupt... kon lopen, ja. Het was echt diep triest. Nou ja, en dan wordt daar een röntgenfoto gemaakt en dat wordt besproken. En daar komt dan uit dat er wordt gezegd van... Nou, je heeft heupdysplasie in een vergevorderd stadium met artrose. En binnen een maand moet hij geopereerd worden. En toen hadden we ook zoiets van, oké, hoe komen we aan die €3500? Ik zeg al tegenwoordige tijd, €3500, ja. Dat is niet iedereen heeft zomaar €3500 liggen. Zonder operatie waren zijn levenskansen dus niet heel... En dan ga je dus denken van, hoe lang mag je dit dan laten gaan dan, zeg maar? Ja, en toen werd ik natuurlijk gebeld door de nazorg en van, hallo Ton, Maya die wil de hond in laten slapen. Ja, nee, uiteindelijk heb ik Ton van der Hel aangeschreven en gezegd van, dat wij dan een besluit nemen uit ons hart. Omdat het financiële plaatje dan eigenlijk beslist van, sorry. Ja, dat in ieder geval onze mogelijkheden op waren. Sorry. We hebben er gewoon alles aan gedaan. Ja. Alles. Echt, we hebben... We zullen bij wijze van spreken een week niet willen eten om maar die hond te kunnen helpen. Maar het is ons niet gelukt. En toen heeft Maya, of mevrouw Van Dalen, Maya, in ieder geval... Dogs Adoptions gebeld, via zus en zo. We hebben een hond geadopteerd met gebreken. Ze zeggen, ja, wij, je moet ons standpunt respecteren. Omdat we dus de middelen niet hebben. En dus dan moeten we in laten slapen. Ik zeg, nou, dat gaat niet gebeuren. Dan neem ik de hond mee en dan laten wij alsnog de hond opereren. Dus ja, dan is er voor de stichting alleen één ding over. Dat de stichting dus gewoon die €3500 betaalt. Kijk, dan zou het heel mooi zijn natuurlijk als je zegt van nou, we hebben hem betaald voor je. Hij is gerevalideerd en na 6 maanden hier mag je hem weer terug hebben. Ze heeft aan mij gevraagd, mag ik weten waar Vikas naartoe gaat? Ik zeg, nee, op het ogenblik nog niet. Ik zeg, want ik moet eerst weten op het opvanggezin dat wil, ja of nee. Ik heb er geen zin in als ze dan natuurlijk constant gaan lopen bellen. Dus ik heb er gewoon maar geen zin en geen tijd voor. Dus, ik ben opvanggezin, ik sta er volledig helemaal buiten. Kom. Mijn vraag is van,
wat gebeurt er dan na de operatie en na het revalideren? En hij zei ook al tegen mij van ik zeg, kan ik mijn hond weer terug? Hij zei ook al, nou, je kunt hem terug adopteren, dat is een mogelijkheid. Ik zeg, oké, dus ik moet mijn eigen hond eigenlijk, die ik al betaald heb, die moet ik terugkopen. Toen zei ze ook van, nou, mag ik dan de hond weer terug adopteren? Ik zeg, iedereen, als je op de site staat bij ons, is iedereen mag naar die hond informeren. Ik zeg, ook jij. Ik zeg, van een onzin. Ik zeg, jij weet toch gewoon dat hij hier al een jaar woont. Waarvoor moet je terug op de site? Hij zei ook al van, nou, het opvanggezin heeft het ook enorm naar zijn zin. Misschien zouden die hem wel willen. Ik zeg, ja, maar Tom, daar zijn die mensen niet voor. Die hond heeft een baasje. Ik ben namelijk zijn baasje. Ja, maar ze vonden hem eigenlijk wel zo leuk dat ze misschien ook wel interesse in hem hadden. Wanneer zij dus op de site kijkt en zij belt een van onze vrijwilligers of dat ze Vika's zou kunnen adopteren, dan zeggen we nee, dat gaat niet. Dat gaat niet gebeuren. Absoluut niet. Zitten? Zit, nee, niet eerst de poot. Zit, pootje. Kijk eens hier wat ik voor jou heb. Lekker, hè? Dus ja, heel gemene man. Nou, dat doet hij bij alles eigenlijk, hè? Het is echt een wolf in schaapskleren. Want hij heeft hier echt zoveel beloofd. Maar zodra ik buiten ben, vervalt in één keer alles. Ja, ik wil absoluut niet hebben dat Vika's teruggaat naar deze mensen. Omdat ik er geen goed gevoel bij heb dat het in de toekomst voor de hond echt een stabiel huis is. Dus dat geloof ik niet. Rijn de Rechter, mijn eis is, ik wil mijn hond terug. Welkom in de studio. Ja, het is voor u enorm emotioneel, hè? Ja. Het is heel moeilijk ook om de hond te zien. Hoeveel houdt u van Vika's? Kunt u dat omschrijven? Niet. Dat kun je niet beschrijven. Maar hieruit kan ik opmaken dat het heel veel is, heel toch? Heel veel, ja. Echt heel veel. Ja. Echt heel veel. Altijd, ja, we hebben altijd goed voor hem gezorgd. Mm-hmm. Ja. Ik ben gewoon al die maanden in de waan gelaten dat Vika's terugkwam bij mij. Dat heeft u altijd geloofd, ja, omdat u dat ook heeft gehoord? Dat is ook zo gezegd. Maar dan de keuze om Vika's te laten inslapen. Hoe... Ja, was dat voor u echt de allerlaatste oplossing? Nadat we de arts hadden gesproken, die op een gegeven moment bevestigde, zeg maar, dat hij dus zonder operatie en met medicatie geen toekomst had. Ik heb familie aangesproken, ik heb de bank gebeld. En... U had het geld gewoon helemaal niet, kon nee, er op geen enkele manier aankomen. Nee. Meneer Van der Hel, hoe is het voor u om mevrouw Van Dalen zo in tranen te zien? Ja, vind ik heel triest. Maar ik heb een bestuur. Ik heb mij ook met mijn bestuur verantwoording af te leggen. En als de meerderheid van mijn bestuur beslist omdat deze hond niet meer terug kan naar mevrouw Van Dalen, dan houdt het gewoon op. We hebben mevrouw Van Dalen ook voorgesteld om de helft van het bedrag te betalen voor van, die operatie. Maar dat was ook geen mogelijkheid. Nou, toen hebben wij gezegd, ja goed, inslapen doen we hem sowieso niet, dus dan neem ik hem mee. Ja. En dan laten wij hem zelf... We hebben hem meegegeven... Omdat je hebt gezegd van, luister Maya, jij mag hem terug adopteren. Nee, je hebt het eerste recht, het is namelijk jouw hond. Maar kunt u dan nu nog eens uitleggen van waarom mevrouw Van Dalen en haar partner niet geschikt zijn voor Vika's? Nou, waar wij bang voor zijn, is dat wanneer Vika's terug zou gaan naar mevrouw Van Dalen en deze hond die zou nog een keer geopereerd moeten worden, zou die dan wel geopereerd worden? Of zou mevrouw Van Dalen dan weer bij ons aankloppen van hij moet geopereerd worden? Of misschien wel weer in laten slapen. Misschien weer in laten slapen. Nou ja. En dat wilden wij dus... Want daar bent u bang voor. Dat risico wilden wij niet nemen. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Vika's die is nog een keer... 3-4 weken geleden is hij nog een keer geopereerd. Was dat weer zo'n kostbare operatie? Dat was een operatie van €1200. Knagen wat die hond allemaal mankeert als hij zeg maar naar Nederland komt. Maar wat ik ook meneer Van der Hel hoor zeggen is van... Kijk, je hebt zorg, je hebt lusten, maar je hebt ook lasten. Ja? En in dit geval was dat een operatie, dat zou nog een keer kunnen gebeuren. En zij zijn bang, u heeft dat geld niet, daar kunt u niks aan doen. Nee, okay. Maar stel dat dat weer gebeurt, ja, dan staat u weer met de rug tegen de muur. Toen u hem dus omdat wij er nooit bestil hebben gestaan toen wij een gezonde hond in huis hadden... Ja. Dat daar eventueel iets mee zou kunnen gebeuren. Want daar zit natuurlijk ook een kronkel, meneer Van der Hel. Want u verkoopt wel een hond met een zware heupafwijking. Nee, die zit er al in. Ja hoor. Is... Ik kan niet zien of een hond... U kunt een onderzoek doen. Kijk, ik kan toch niet van iedere hond eerst röntgenfoto's laten maken? Maar waarom niet? Weet u wat dat kost? Ik heb geen idee. Oh?
Wat kost dat? Nou, ik denk als je even een fotootje wil maken, dan ben je 80, 90 euro bekwijt. Ja, maar dat is wel... En als ik dat dan ook nog bij het adoptiebedrag moet gaan bijrekenen... dan is er geen een... Nou, ik denk dat u het graag had betaald. Dat is toch onmogelijk. Goed, thuis op de bank zitten natuurlijk altijd de beste stuurlui. Dus pak nu uw tablet of smartphone en doe mee. En tijdens het locatiebezoek gaat meester Visser uitzoeken of de nieuwe hond, Blitz... van mevrouw Van Dalen goed met Vikas kan opschieten. Maar Blitz blijkt in iets heel anders geïnteresseerd. Ja. Hallo, begenoegen. Hi. Wat is dit voor hond? We denken op Canario. Ja, maar voor hem komen we niet. Nee. We komen eigenlijk kijken. Even kijken op wat de woonomstandigheden zijn voor hond. De woonkamer. De woonkamer. Vloerbedekking. Projectvloer, kunststof. Ja, nee, maar dat is goed voor honden met zwakke heupen. Ja, dit is de... Dit is zijn bedje. Okay. Voor Vikas en voor Blitz, zeg maar. Hè? Ja. Is geen twijfelaar. Want u maakte zich een beetje zorgen over de woonomstandigheden. Ja, Vikas had het heel slecht natuurlijk met zijn heupen. Ja. En dan er zit er toch weer een jonge hond bij. En dan is er natuurlijk heel veel stoeien. En dat is alleen maar slecht voor Vikas natuurlijk. Ja. In het algemeen gaat het er ook om hoe de baas de leiding geeft in huis. Als je het niet toestaat dat ze altijd zitten te ravotten, dan kan je daar inderdaad ingrijpen. Ja. Nee. En buiten dat, je zou eigenlijk ook nog moeten kunnen zien, de hond erbij. En we gaan nou eens even kijken wat ze gaan doen. Je zou het interessant vinden om die honden bij elkaar te zien? Ja, dat zou ik eigenlijk het mooiste vinden. En dan kan je zien hoe het gedrag is. Dan lijkt me het beste dat we nu naar de andere partij gaan. En dan gaan we daar de confrontatie doen van twee honden. De hond moet even aan de lijn. Ik vind het eng. Kijk, wij komen met z'n allen hier aan. Ja. Op zijn en terrein. Wij zijn allemaal vreemdelingen voor hem. Oh, en hij is niet zo goed gesocialiseerd. Dus alleen wat hij goed herkent, hopelijk, voor jullie. Daar komt hij aan. Gaan jullie eerst maar erin. Allemaal fietsen voor de... Nee, je kan daardoor. Oh. Kijk wat er gebeurt. Even rustig blijven. Even rustig door je knieën. Hij vindt het nou nog heel eng. Kom maar een klein beetje, probeer maar een beetje hier naartoe te komen. Kom maar hier. Hij gaat nu, het komt nu een beetje bij. We gaan komen, rustig doen, rustig doen. Ja, nu gaat hij het kennen. Goed zo. Hey. Dat is Frantje. Hi. Frantje, oké. Hey. Ja, dat is steeds heel bang, hè? Ja, maar het wordt steeds minder. Hij herkent hem wel? Ja, nu wel. Hij geeft net een likje in het gezicht. Ja. Schattig. Maar hij is dus een hele tijd bij hun weg en dan moet hij ze weer herkennen. Dus je ziet nou langzamerhand dat hij dus ietsje ontspant, ietsje minder. Kijk, zie je, hij gaat meer contact zoeken nu. Dus hij begint nu weer te herkennen. Ja. Maar je ziet dat het op zich wel heel redelijk gaat. En wat nou misschien goed is om de andere hond er even bij te halen, even te kijken wat hij doet. Kom eens kijken, kom eens Roy, kom eens kijken. Oh, hij heet nu Roy? Ja, vroeger heette die Roy. Eens kijken dan. Kijk, let op, let op. Nee, hond. Ja, wie is dat dan? Laat maar, niks aan de hand. Nee, wat hij dus doet is goed. Dat geeft niet. Dat kleine blafje. Het typerend is van wat er nu gebeurt. Die hond is wel gesocialiseerd op andere honden. Dus op hetzelfde moment gaat hij ontspannen als hij andere honden ziet. Maar hij kan uitstekend met die hond opschieten. Dat is duidelijk. En je ziet overigens dat die windhond niet heel erg platwalserig is op dit moment. Maar het gaat wonderbaarlijk gewoon goed.
Vikas of Roy, hoe je het noemen wil, accepteert eigenlijk in één klap van, dat de andere hond erbij komt. Ik denk dat je hem gewoon nog herkent of zo, denk ik. Ja. Nou, het is roerend. Vikas. Ja, maar hij is niet meer bang. Niet meer staken. Het gaat een stuk minder. Het gaat, kijk, dit is schattig dit. Ja. We kunnen nu wel vaststellen dat de eerste begroeting tussen de honden eigenlijk heel erg redelijk en heel erg goed gaat. Pas op. Pas op, jongens, want als je een konijn pakt, pak hem even. Pak even die hond, hou even die hond vast. Hou hem. Hou die hond vast. Hou die hond vast. Hou hem vast. Dat je het toch wel kent. Maar dit was niet helemaal de afspraak. Nee, hij gaat er ook erg makkelijk in. Zo, nou, die hebben we nog. Anders hadden we een nieuwe rechterzaak gehad. Hou je hem zelf vast, even. Ja, oh, okay. Maar even wat je allemaal ziet: dat de hond heel goed omgaat met Vikas, ja. En vroeger de Roy. Je ziet dat hij naar de dochter heel erg goed zich gedraagt. Naar de baas en de baasin is nog een beetje aftasten. Maar dat komt omdat hij niet zo goed gesocialiseerd is. Dat moet weer een beetje groeien. Nou, dan weet ik eigenlijk voldoende. Dan gaan wij nu afscheid nemen. We gaan nu naar hotelrestaurant Bon Appart in Gorinchem. En dan gaan wij de hoorzitting doen. Prima. Ja? Ja, voordat we verder gaan, mevrouw De Wit, hoe gaat het met uw konijn? Ze leven alle drie nog. Ja, niet getraumatiseerd? Nee, ze zijn wel wat gewend. Ze zijn wel wat gewend, oké. Okay. Ja, en dan nu voor het panel. Ja, meneer Van der Hel heeft wel een hond verkocht met een afwijking. Dus ja, moet daarom meneer Van der Hel de operatie betalen? Ja, ja. Ik vind ook eigenlijk dat die hond onrechtmatig is meegenomen. Oké. Okay. Je levert iemand een product en dat product moet in orde zijn, punt. Ja, je ziet het als een soort verborgen gebrek. Juist. Volgens mij iedereen die een hond wil hebben van die stichting, die wordt uitgebreid gescreend. Volgens mij moet je bijna een soort auditie doen, hè? Ja, ze komen zelfs bij je thuis. Maar waar je blijkbaar niet op gescreend wordt, is of dat je wel genoeg geld hebt om je hond te verzorgen. Dat is toch wel raar, hè? Wilco. Ja, ik denk dat als je een Romeinse straathond adopteert, of je nou het bedrijf bent of degene die hem in huis haalt, je weet dat het honden zijn met een verleden. Dus ik denk dat je daar allebei een risico in moet dus dragen. Dus bijvoorbeeld ook inteelt of weet ik van dat er fysiek of psychisch iets met de hond. Maar dat je allebei een onderzoeksplicht hebt. Ik vind dat mevrouw Van Dalen hond is behandeld. Dus als ik kijk, dan zie ik een vrouw die echt aangeslagen is omdat er een familielid, want zo praat ze erover, een familielid. Daar heeft ze een weloverwogen beslissing moeten nemen. Ze heeft gekeken. Nou, om haar geld te inslapen. Ik denk dat er heel veel mensen, dierenliefhebbers, op dit moment kijken en denken van... Ja, maar je praat ook met een hondeneigenaar en met een grote hondenliefhebber. Dus dat doe je niet zomaar. Ja, ik heb een economische indruk. Hondje kopen en verkopen. En ze zijn het hier misschien wel beter, maar uiteindelijk gaat het voor een stichting verder dan alleen maar... De mensen van de stichting staan achter je, ja, Mark. Ja, dat weet ik hoor. Ja. Ze bijten niet. Ze bijten niet. Een hond kan net zo een mens wat mankeren, moet geholpen worden, dierenarts. Ja, dan weet je dat er een fikse dierenartsrekening aan te pas kan komen. Ja. En daar moet je ook goed rekening mee houden voordat je een hond aanschaft. Ja, maar, ze zouden kunnen verplichten om de hond te laten verzekeren. Je had het ook aan de stichting kunnen vragen. Ja. Het is donatiegeld, dat krijgen ze van vrijwilligers van donatie. En u heeft het niet aan de stichting. Jij zegt dat nou wel, maar ik heb... Heb u het aan de stichting gevraagd of dat je het maandelijks bij hun af mag betalen? Dat toevallig niet, maar ik heb wel... Nou, dat is heel toevallig. Maar ik heb wel... Nou, ja. Ik vind het applausje, maar ik moet wel even zeggen, het applausje wordt natuurlijk vooral, er zijn hier 30 man van de stichting aanwezig en die klappen vooral. Emoties die lopen hier hoog op. Ik ben ook benieuwd hoe het met de thuisrechters gaat. Die hebben hun hersens laten kraken en hier ziet u de tussenstand. Ja, en tijdens de hoorzitting blijkt dat er naar een creatieve oplossing was gezocht om de rekening van €3500 voor de operatie van Vikas te betalen. Maar er zit wel een luchtje aan. Welkom, we zijn nu in Gorinchem. Ja, het zag er allemaal zo goed uit. Vikas, die werd door u geadopteerd. Ja. Daar zit het probleem allemaal niet. Nee, zeker niet. Het probleem is dat Vikas heupdysplasie had en artrose aan beide heupen. Ja, heeft u dat toen onmiddellijk met de stichting besproken? Nee, wij zijn op de hoogte gebracht door mevrouw toen wij de mail kregen van dat ze helaas Vikas in moesten laten slapen omdat Vikas dus die heupproblemen had. Daar heb ik voorgesteld om dus wij als stichting Dokter Dopjes gewoon daar de helft voor te betalen. En dan dus zeggen, nou goed, dan betalen wij de helft en proberen we ook de helft erbij te leggen. En dan zouden dus de hond gewoon bij haar kunnen blijven. Inderdaad, ik mag heel eventjes. Ja. Meneer slaat inderdaad een stukje over. Ja, een heel belangrijk stuk. Meneer had zoiets van,
Als we nou eens 2 maandjes wachten en u verzekert uw hond, hè, laat hem even doorhobbelen, dan wordt misschien de operatie nog wel eens betaald. Ja, dat is volgens mij een lichte vorm van fraude. Nou, en ik denk niet dat dat de bedoeling is. Zeker niet de bedoeling. Heeft u gezegd? Eigenlijk een beetje anders, zoals u vertelt. Nou, we hebben het maar een heel klein beetje anders. We hebben geprobeerd daar een oplossing voor te zoeken. Ik zeg, misschien kunnen we hem dan nog verzekeren, tenzij het heel slecht met FICA's is, dat we niet te lang kunnen wachten. Dan kan dat niet. Maar hij was wel geregistreerd bij de NDG. Ik zeg, dan heeft het totaal geen zin. Want dan is op de dag dat jij hem dus hebt laten registreren... Dan komt het uit, maar stel je voor dat het niet... U wacht het wel aan om een verzekering te gaan nemen. Sorry, we gaan eventjes verder. Dan zeg ik, oké, hij is dus aangemeld bij de NDG. Ja. Dus staat hij op die datum op uw adres. Dus kan je niet een andere datum daar neergezet of een andere chipnummer. Maar in de kern hebben ze dus gelijk. In de kern hebben ze gelijk. Mevrouw, dat het idee is ontstaan. Het is als we de hond nu verzekeren en we zeggen niet tegen de verzekeraar dat hij al ziek is, dan gaan we over een paar maanden, kan hij alsnog. Ja. Ja, dat was dus de zeg van, oké, kunnen we FICA zo lang laten wachten, ja of nee? Maar dan klopt het toch nog niet? Nee, dat klopt het nog niet. Dat kloppen wel. Want dan belazen je de verzekering. Toen ik dat dus tegen mevrouw zei, was ze ook heel dolgelukkig dat we dat misschien zouden kunnen doen. Ja. En toen kwamen we dus op het punt dat het dus niet ging, omdat hij dus al aangemeld was bij de NDG. Ja, dus dat het uitzag was. Heel blij eigenlijk. Toen heeft ze heel blij was ze eigenlijk met hetgene wat ik haar voorstelde. Ja, en nu draait ze het eigenlijk een beetje om. Nee, wacht even. Het zou natuurlijk een perfecte oplossing zijn geweest. Behalve dan dat de verzekeringmaatschappij was opgelicht. Ik krijg een telefoontje. Maar ik heb de verzekering afgesloten waar Ton bij was. Het idee dat ik mijn hond niet hoefde laten in te slapen, niet hoefde laten gaan, was zo fijn. Dat ik zoiets had van, oké, dan gaan we het inderdaad zo doen. Want ik wilde mijn hond helemaal niet laten gaan. Mag ik even wat zeggen? Ja. Honden met HD worden niet vergoed. Dus genetisch erfelijke afwijking wordt niet vergoed. Helemaal dus nooit. Dat had nooit betaald geweest. Dat had Tom dan moeten weten. Nou, kortom, soms zegeviert het recht helemaal uit zichzelf. Laten we eens naar dat contract kijken, want er staan een heleboel dingen in dat adoptiecontract. Ja, adoptiecontract, dat staat niet in de wet, hè? Maar goed, dat adoptievoorwaarden. De adoptant, u dus, zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt. Die operatie, was die nodig of niet? Die had hij absoluut nodig, ja. Dus volgens de voorwaarden moest u die betalen. Ja, absoluut. En dan staat er een keer verderop. De stichting is niet aansprakelijk voor de medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond. Met andere woorden, het is volstrekt duidelijk, volgens de voorwaarden zijn alle medische kosten voor het nieuwe baasje. Ja. De vraag is natuurlijk even hoe het u verder moet. Want tot nu toe zijn we terug aan het kijken. Hè? Maar nu de toekomst. Meneer Gauss. Ja. Is er enige reden om aan te nemen dat als de hond terug zou gaan naar dit gezin, dat hij daar gevaar loopt of niet goed verzorgd, iets tekort komt? Nou, zo'n operatie aan zijn heupen, dat is verbeterd, maar het blijft een zwakke plek. Ja. Dat houdt dus in, als die hond zeer overdreven zou moeten stoeien, dan is het misschien een risico. Maar er staat tegenover, als ik die twee honden met elkaar heb gezien, zie ik dat het goed gaat. Ja, hoe staat u er nu tegenover dit gezin? Even los van hoe het juridisch zit, maar dat die hond daar niet veilig is. Nou, ik denk niet dat Maya in staat zou zijn deze twee honden naar behoren te corrigeren. Dat denk ik niet dat ze daartoe in staat is. Waarom niet? Omdat ze te lief eigenlijk is voor de honden. Nee. Dat ze echt niet de power heeft om zeg maar de hond absoluut naar zich toe te trekken wanneer het noodzakelijk zal zijn. Ik heb een traumatische hond gehad en ik heb een moeilijke padenko genomen. Heeft u waargenomen dat dit echtpaar verkeerd met die honden omgaat dan? Nou, ik heb wat ik dus gezien heb toen ik FICA's ging halen, dat er dus de podenko die was ook net binnen. Dat het dus eigenlijk samen wel aan stoeien waren, maar dat mevrouw dus niet ingreep om dus ze een beetje uit elkaar te halen. Dus één fractie van een seconde dat u ziet en dan is mevrouw niet capabel om voor de honden te zorgen. En wat ik heb gezien is dat mijn hond angstig langs mij gaat zitten. Dat wij een uur lang aan het praten zijn en dat mijn hond nog geen moment heeft geprobeerd contact te maken. Maar jij ook niet.
Ik ga niet zelf naar een hond toe, dat heeft totaal geen zin. Als een hond niet naar mij toe wil komen, moet ik niet provoceren en toch proberen dat die hond naar mij toe komt. Ik denk dat hij voelt, ik hoef niet naar die man toe, want die man die vind ik niet aardig. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ik heb het idee dat de zaak voldoende behandeld is, want we gaan natuurlijk weer zijsporen bewandelen. Is er nog iets wat nog niet gezegd is in deze zaak, wat van groot belang is? U bent de eisende partij. Dat Tom beloftes doet, wat op papier staat, is zichtbaar. Wat beloofd wordt, kun je gewoon ontkennen, is er niet geweest. Ja, heel veel beloftes zijn er gedaan. Hij heeft het beloofd en dat moet hij doen. Ik kreeg helemaal niet. Ach Tom, je kunt dat zo heerlijk. Werkelijk waar, het is dat wilt u nog even naar voren brengen. Is er nog iets wat u naar voren wil brengen wat nog niet gezegd is? Nou, ik wil hebben dat de hond niet teruggaat naar mevrouw Van Dalen. En we hebben ten alle tijde het recht zonder tussenkomst van de rechter om de hond terug te halen bij het opvanggezin, wanneer wij vinden dat de hond niet op zijn plek zit. Nou. Dat is allemaal... Nee, hij heeft het laatste woord. Want u was de eisende partij, dit is de gedaagde partij. Die heeft nu het laatste woord. Ja? Bedankt voor uw komst. Ja, het is logisch. Zodra het over dieren gaat, dan komen er emoties bij. Maar even heel kort. Moet... Zegt de hond moet terug. Ik zie een soort vijf. Nee, Michiel niet. Terug naar Roemenië misschien. Maar niet terug naar mevrouw Van Dalen. Nou, ja, volgens mij is je overal beter af dan hier in Nederland. Maar 4, 5... Ik ben de enige. 6, 7. Nou, laten we gauw naar de uitspraak gaan. Maar eerst nog even dit. Krijgt u het ook op uw heupen van de buurman of van een gemeentebestuur en kunt u dat niet met ze oplossen, meldt u zich dan nu aan. De thuisrechters die zijn eruit en die zijn duidelijk in hun oordeel. En even voor de goede orde, Vikas die is hier. Die is heel zoet aanwezig al de hele tijd. En na de uitspraak zal hij of teruggaan naar mevrouw Van Dalen of bij het opvanggezin blijven. Dus dat is heel erg spannend. Het is tijd voor de uitspraak. Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak tussen Van Dalen en de stichting Dogs Adoptions. In deze zaak gaat het om emoties, maar ook over het recht. En ik ben ingehuurd om u te vertellen hoe het juridisch zit. En dat zal ik doen. Een adoptieovereenkomst voor een hond is geen erkende juridische term. Wat is het dan wel? In dit geval hebben we te maken met een consumentenkoop. Een particulier betaalt een prijs en krijgt daarvoor een hond geleverd. De stichting verkoopt op die manier op jaarbasis ongeveer 250 honden. Wat in de zin van de wet als bedrijfsmatig is aan te merken. En dat de stichting de beste bedoelingen doet en natuurlijk geen winstoogmerk heeft, doet daar, juridisch gezien nogmaals, niet aan af. Is dat van belang in deze zaak? Ik zou denken van wel. Want bij een consumentenkoop gelden dwingende rechtsregels, waarvan dus niet mag worden afgeweken. Ook niet in een adoptieovereenkomst. En één van die regels is dat een koper mag eisen dat een ondeugdelijke hond, als dat mogelijk is, op kosten van de verkoper wordt hersteld, in dit geval geopereerd. Was de hond ondeugdelijk? Natuurlijk is een lieve hond, geen hond is ondeugdelijk, maar in de zin van de wet wel, want hij leed aan een ernstige erfelijke afwijking. Kon de stichting niks aan doen, maar volgens de wet had de stichting de hond direct op haar kosten moeten laten opereren, zonder te mogen eisen dat de hond weer naar haar terug moest. Het ging zeker niet aan om Van Dalen, die wanhopig was en eigenlijk in haar wanhoop geen andere oplossing zag dan de hond te laten inslapen, te verwijten dat ze haar verplichtingen niet nakwam. Het was de stichting die daarin tekort schoot. Want nogmaals, de stichting droeg het risico. En daarom was het ook niet juist dat de stichting de adoptieovereenkomst heeft ontbonden en de hond bij Van Dalen weghaalde. De hond was en bleef eigendom van Van Dalen en moet daarom onmiddellijk aan haar worden teruggegeven. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Dank u wel. Ja, hoe gaat het? Je bent hartstikke blij en ontroerd. En
Alles komt eruit, volgens mij. Ja. Belooft u me één ding, dat u hem gaat verzekeren? Natuurlijk. Ja. Dat wordt morgen geregeld of vandaag nog. Ja. Dus dat kan eventueel. Ja, heel goed. Ja. Het is een pittige uitspraak. Ja, ik vind hem niet rechtelijk uitgesproken, nee. We laten slecht. Gewoon alle honden die niet geopereerd kunnen worden, de mensen niet kunnen betalen, laten we gewoon inslapen. Ja. Ja. Dus u zult het ermee moeten doen. Het is dus en blijft een beest. En dat heeft dus ook hier in Nederland dus weinig waarde. Ah, de hond, je mag naar de hond. Nee hoor, sorry. Ja, de hond gaat... Nee, die gaat vandaag niet mee. Want we laten een hond niet in één keer zomaar rechtstreeks en in de avond met een hond met een niet mee. Nou. Dat is geen probleem. Nee, dus dan is dat duidelijk. Ja, dan is dat duidelijk. Dit was de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Nou. Ja. Wow. Ga je weer een probleem erbij, dus ja, er komt weer een kostenplaatje bij, of niet? Ja. Iedereen is anders. Gelukkig wel.